Oh. Oh, hier kom ik wel tot inzichten. Tot inzichten. Ja, ik zet mijn laptop even hier. Die heb ik wel meegenomen. Dat is verstandig. Als werkverslaafde. Ik wil u daar aansluiten, als u wil. Ja, wat fijn. Ja. Wat een mooie, stemmige kamer is dit. En er is ook een bed. Er is ook een bed, dat het goed is. Dat staat daar achter de gordijnen. En zo'n bedje, ja. Wasgelegenheid vindt u achter die deur. Het lijkt wel een hotel, broeder. Voorzien. Ja, u komt een paar dagen schrijven, heb ik gehoord. Ja. Nou, ik kom voornamelijk bidden, hoor. Bidden, dat is mooi. Ja, u moet mij leren bidden. Ja. U moet mij leren wat ik hier kom doen. We zullen ons best doen. Want ongeloviger dan ik heeft u ze misschien wel niet gehad. Voor mij is dit net de maan, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb het gevoel of ik even op een andere planeet ben. Nou, maar er komen vrij veel gasten. Die komen juist eens naar de achterkant van de maan kijken. Achterkant van de maan. Nou, daar verheug ik me erg op, ja. Ja. Ik dacht dat het veel stiller en saaier zou zijn. En ik had gehoopt dat er een enorme verdieping in mezelf zou optreden. Maar ik geloof dat dat ijdele hoop was. Want er zit niet zo gek veel diepte in mij. En dan is 3 dagen ook gewoon te kort om dat te organiseren. Die stilte heeft wel iets weldadigs, vind ik. Bij de andere maaltijden leest broeder Adrie een heel vervelend boek voor. Ik vond het wel prettig dat dat nu niet was. Zo dat hele stille eten. Dat maakt dat je je alleen maar concentreert op je gedachten. Daar is alles eigenlijk hierop gericht. Dat je je concentreert op jezelf. En op waar je over na wilt denken. Maar er is niets wat je afleidt. Niets. De tussendooruren vind ik heel moeilijk. Dan denk ik, wat zal ik nou eens doen? Zij gaan allemaal stichtelijke boeken lezen, neem ik aan. Of ze hebben werk. En ik loop een beetje verdwaald rond. Tot het weer een metten of een laude is. Of hoe het ook allemaal heet. Tot we weer mogen bidden. Heb ik eventjes hier in de tuin zitten nadenken. Want je doet niks anders dan piekeren. Is er een plan? Wat is geloof nou eigenlijk? Probeer toch dichter bij die mensen te... Probeer ze toch te begrijpen op een of andere manier. En te zoeken in mezelf of er iets is wat mij aantrekt hierin. Dat heb ik nog niet gevonden. Ja, voor mijn gevoel is de stilte echt ontzettend nodig om als mens te kunnen leven. En om echt bij jezelf te kunnen zijn. En natuurlijk, de jongelui die gaan uit hun dak bij een of ander popconcert. Dat vind ik prima. Maar ja, ik zou hun ook gunnen dat ze gewoon eens tijden hebben. Dat ze geen dingen op hebben en gewoon zo in het leven staan. Ik word de hele dag verleid door van alles en nog wat. Een nieuwe iPhone verleidt mij al. Of een film die ergens is. Of een nieuw restaurant wat geopend wordt. Of van alles is de hele dag aan mij, is mij aan het verleiden. Zij hebben toch kans gezien om die verleidingen in ieder geval te bestrijden en het hoofd te bieden. En zo zuiver mogelijk proberen te leven. Nou, dat vind ik indrukwekkend.